Drie weken geleden heb ik klaar en duidelijk gezegd in het parlement, ik heb gezegd, net zoals Roger Mons, zei, ik wil zelf mijn vaccin, ja, ik ben 69, dus ik wil zelf mijn vaccin afstaan aan een Olympisch atleet. Ik heb het gezegd in het parlement, ik heb gezegd tegen Van den Broeke en de Croo, jullie zullen de eerste zijn, als ze terugkeren met een medaille, om ermee op de foto te staan. Maar om er nu iets aan te doen, ja, daar zijn jullie in principe. Laf is een groot woord, maar ik vind dat het compleet absurd en onverantwoord is voor die 150 mensen, de begeleiders, de trainers, de atleten, om hem nu dit te geven aan Matthias Cassia. En ik wil hem een duw geven. Matthias zit momenteel in het diepje. En wat dan logisch is, kijk, dat is nu het coronaprobleem. Matthias Cassia, die kandidaat is op een gouden medaille, de sterkste, hij staat nummer 1 van de wereld. Hij zit in het diepje, maar kan niet trainen. Mag niet naar het buitenland. Hij is een kerel van 100 kilo, te weinig tegenstand in dit land. Is een enorm probleem. Laat die jongen verdorie gaan en dan komt er morgen tegen niemand uit Tashkent, komt hij tegen niemand uit Japan en je is slachtoffer. 4 jaar wachten terug om jezelf te bewijzen. En wiens kop doet er dan pijn binnen 4 jaar? Het is absurd. 150 vaccins. Men zou ze moeten uitnodigen met de tv erbij. Dat zijn onze ambassadeurs voor jaren ver. We praten nog altijd over Van Avermaat, gouden medaille in Rio. Zo praat je over een atleet. Once chance in de carrière. Once in a lifetime. En dan gaat dat verpest worden door de koppigheid van een minister die zegt, ja, iedereen gelijk voor de wet. En dan loop je rond met een spuitje van iemand van 102 jaar die nog een levensverwachting heeft van 3 maanden. En een atleet die de roem voor zijn leven, ja, om de 4 jaar kan maken, ja, dan gaat men zeggen, het gelijkheidsbeginsel. Zielig.